Ja, Eriksson, morgenavond de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. Verwacht je een lastig avondje? Ja, zeker. Het is een hele goede ploeg. En de heenwedstrijd hebben we het ook heel zwaar gehad, hier thuis. En ja, voetballend heel goed. Dat is een hele sterke ploeg. Dus we mogen onze borst wel nat maken. Wedstrijden tussen FC Dordrecht en FC Eindhoven staan garant voor altijd veel de goals, hè? Ja, dat weet ik niet. Maar de heenwedstrijd waren er wel veel goals, was 4-3. Maar ja, het was zeker een zware wedstrijd en dat zullen we morgen ook willen tegenkomen. Ja. Vorig jaar was dat ook het geval, veel doelpunten. Dat is misschien voor een doelpunt te maken zoals jij een extra leuke statistiek. Ja, het zou mooi zijn als ik ook mijn goaltje mee kan pikken natuurlijk. Ik ben natuurlijk aanvaller, ik wil goals en assists afleveren. Maar ja, het belangrijkste is dat we winnen. Morgen wordt een hele belangrijke wedstrijd. Je bent gedeeld clubtopscorer met Giovanni Korte. Leeft dat onderling een beetje bij jullie? Ja, niet echt. Ik wil gewoon zoveel mogelijk scoren en zoveel mogelijk assisten afleveren. En ja, gewoon het beste uit mezelf halen. Ik kijk niet echt naar de anderen. Je trainde vandaag voor het eerst deze week mee. Hoe sta je ervoor qua fitheid? Ja, vandaag is goed gaan, dus ik ben er morgen gewoon bij. Je gaat ervan uit dat je gaat spelen? Ik ga er zeker verder gaan spelen, ja. Ik vroeg het net ook aan je trainer. Is deze wedstrijd tegen Eindhoven misschien wel extra belangrijk buiten de punten om een signaal af te geven van er valt niet met ons te sollen? Ja, zeker. Eindhoven staat ook hoog aangeschreven. We kunnen een statement maken van nee, we zijn weer... Dat komt even niet uit mijn woorden, man. Ja, jullie richten je van wedstrijd tot wedstrijd. Dat is vaak gezegd. Denk je af en toe wel aan die kampioenschaal in je handen? Tuurlijk. Ik denk elke dag aan. Maar dat is uiteindelijk einddoel. Maar het begint bij elke wedstrijd op zich. Dat is het uiteindelijke einddoel. Wordt dat gevoel wel meer? Ja, niet echt. Je bent dichtbij, maar je bent ook weer heel ver. En elke wedstrijd moet je weer 100% gaan en proberen die 3 punten mee te nemen. Beseffen jullie wel dat mochten jullie gaan verliezen, dat het zomaar weer 1 punt kan worden? Ja, dat beseffen we. En dat is ook een extra motivatie om nog harder te gaan. Maar ja, elke wedstrijd willen winnen. Dus deze ook. Voel jij persoonlijk druk? Nee, ik heb niet zoveel last van druk. Ik vind het alleen maar mooi, hoe meer mensen, hoe beter. Als er 1000 mensen, 50.000, vind ik alleen maar mooier. Hoe meer, hoe beter. Hoe meer druk, hoe meer het te halen valt. Dus.